Hoe ga je daar mee om? Ja, dat is een groot probleem. Op het moment dat wij niet daadwerkelijk hebben kunnen aantonen van is het nou het probleem dat ze niet meer door kunnen zetten, dat ze het gevoel hebben dat ze achterlopen, dat ze vermoeid zijn, dat het gevoel er niet is om het beste vandaag uit jezelf te halen. Als het één dag is, dan is het niet zo erg. Maar als je op een gegeven moment een trend gaat ontdekken dat het een aantal dagen, misschien wel weken achter elkaar het geval is, en wij kunnen dat als staf niet heel goed pinpointen, van ligt het nou daadwerkelijk aan het materiaal wat we niet hebben goed hebben getuned? Ligt het aan de ijsvloer waar we zijn? Ligt het misschien aan de hoogte waar we aan het trainen zijn? Nou, en het blijkt daadwerkelijk gewoon dat een atleet algemeen vermoeid is en het niet meer kan, ja, dan loop je eigenlijk tegen iets aan waarvan wij altijd als coaches zeggen van doorzettingsvermogen is het belangrijkste wat een atleet nodig heeft. Hè? Die karaktereigenschap, die competentie die hebben we nodig. En tegelijkertijd zou die atleet dus ook tegen zichzelf moeten zeggen van hey, en genoeg is genoeg. Maar dat kunnen die atleten natuurlijk niet, want we hebben ze allemaal getuned om nooit op te geven. Een atleet geeft nooit op. Een atleet heeft nooit pijn. En als hij pijn heeft, dan is het fijn. Hè? En als mijn pijn in mijn benen dusdanig is en het lactaat komt uit mijn oren, dan weet ik dat mijn tegenstander daar nog veel meer last van heeft. Dat is eigenlijk wat wij die atleten meegeven. En op een gegeven moment dat hij dan daadwerkelijk zou moeten zeggen, aan de bel moet trekken van hey Jeroen, dit is echt even genoeg. Dat is vaak eigenlijk al over de grens heen. En dan zijn ze al een tijdje heen. Vandaar dat wij ook in de afgelopen jaren veel meer subjectief aan het meten zijn dan objectief. We monitoren niet alleen maar al die gegevens die ik net noemde, maar ook veel vaker nu gewoon het gestel van de atleet. Hoe voel jij je vandaag? Ben jij bereid om te doen wat je zou moeten doen? Kan jij doen wat we graag van je verwachten? En als we dan op een gegeven moment een trend zien, dan kunnen we iets eerder ingrijpen wat nu dan dat we in het verleden deden. En je komt er wel eens bij dat mensen heel erg, zeker naar een Olympische Spelen toe, maar dat kunnen heel veel andere mensen denk ik ook wel herkennen aan de tijd dat ze studeerden. Oh, die examens komen eraan en we zetten door. Of we zijn tegen onze pensioenleeftijd aan en we gaan werken. En op een gegeven moment dat je dan klaar bent of je gaat op vakantie, dan stort je 3 dagen later helemaal in. En dat rouwproces, hè, dat zou kunnen omdat er iets ongelooflijk ernstigs gebeurd is, of omdat je gewoon daadwerkelijk te vermoeid bent. He, dan ben je overreached, dan ben je tegen zo'n overtraining aan, of misschien zelfs wel overtraind. Ja, dan is dat wel eventjes, jongens, rode vlaggen en hier gaan we echt wat aan doen. En dan is het ook heel belangrijk dat zo'n atleet even wegstapt, even uit de omgeving, om zich daadwerkelijk gewoon weer op te laden. Maar dat rouwproces, en dat is het nogmaals, dat is ongelooflijk moeilijk om te benoemen op het moment dat je eigenlijk altijd filtert op doorzettingsvermogen, karaktereigenschappen die de kampioen maken, zijn tegelijkertijd de downfall voor diezelfde kampioen op het moment dat ze te lang die boog gespannen hebben. Ja, of zoals wordt gezegd, het is doorzettingsvermogen is als een spier. En als je die maar blijft trainen, krijg je stressfractuur. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, dan heeft dat een tijd nodig om te herstellen. En dat geldt uiteindelijk voor die mentale doorzettingsvermogencapaciteiten dan ook.